Ja, op deze mooie zonovergoten dag staan we hier op het Twentebad. Met de grote 50 meter zwembad achter ons. En ja, de Zwembond heeft er in haar beleidsplan voor gekozen om het 5e regionale trainingscentrum in Hengelo te laten landen. En daar zijn we ontzettend blij mee. A geeft er natuurlijk enorm veel uitstraling aan onze regio en aan onze stad. Maar B, we kunnen al die toptalenten kunnen we hier in de regio vasthouden. Die hoeven niet ver weg te gaan, die houden we vast. Die kunnen hier zwemmen straks onder regie van de Zwembond om hun talenten, om hun zwemtalent verder te ontwikkelen. Dus dat is heel gaaf. En wat verder heel erg leuk is met het RTC, betekent ook dat we veel meer naamsbekendheid krijgen in Nederland en in het buitenland. En dat uitzicht nu ook al dat verschillende verenigingen trainingskampen willen organiseren in Hengelo. Wat voor onze inkomsten heel erg leuk is, maar wat ook heel erg goed is voor de lokale horeca. Dat al die mensen hier willen overnachten en uitgaan. En dat zie je dat het nu eigenlijk al begint, zonder dat we er zelf heel veel reclame van maken. Omdat we nog midden in de renovatie zitten. Maar zo'n RTC zal er nog veel meer naamsbekendheid aan geven.